Kennen jullie elkaar lang? Een half jaar. Ik mocht niet met hem omgaan van mijn ouders. Op een keer had ik ruzie. En toen ben ik weggelopen naar hem toe. Maar je hebt mijn vraag niet beantwoord. Ik vind jullie heel aardige mensen. Ik vind Lex een spontane jongen. Nog wat ruw. Ik vind jou ook bijzonder aardig. Ja, maar wat vind je van ons samen? Nou, daar heb ik toch geen oordeel over? Ik ken jullie pas één dag. Wat vind je zelf? Ik weet het niet. Ik kan niet met hem praten. In het begin had ik daar niet zoveel erg in, maar sinds ik zwanger ben... Hij wil het kind niet. Hij wil dat ik het laat weghalen. Wacht even. Hans? Nou, Lex, zeg het dan maar. Nou ja, Hans zegt dat het geen punt is, dus... Nou, voor mij is het ook geen punt. Alle problemen de wereld uit? Ja? Laten we dat op drinken. Kom mee. Het kan niet, Lex. Wat niet? Dit, wat hier gebeurt. Je ziet toch dat het kan? Natuurlijk kan het. We moeten eerst met elkaar praten. Kom, ik word doodziek van het gepraat van jou. Op jullie geluk en het mijne. Stomme trut, kijk nou eens. Niet. Zeg me dan eens eindelijk waarom niet. Ik wil vrij zijn. Wat lul je nou weer stom? Wie is er nou vrij? Ben je soms vrij in die rotkelder? Ben je vrij als je een kind moet krijgen? Je begrijpt me niet. Ik ben bij mijn ouders weggelopen omdat ik vrij wilde zijn. Maar bij jou ben ik ook niet vrij. Weet je hoe dat komt? Omdat we geen geld hebben. Wie zijn er vrij, de mensen met geld? Er zijn toch ook nog andere dingen? Wat voor dingen? Hoe je je voelt. Dat moet je toch zelf weten? Er is niemand die zegt hoe je je moet voelen. Ik weet in ieder geval wel dat ik me hier verdomd goed zou voelen. Weet je wat? We gaan vanmiddag naar huis. Dan praten we daar verder. Ik weet zeker dat als je die kelder ziet, dat je vanavond nog hier terug wilt zijn. Ze belde net dat de auto klaar is. Oh, prima. Zeg, we gaan vanmiddag even naar huis. Misschien zijn we vanavond al terug. Maar in ieder geval morgenochtend. Kan je beter meteen gaan? Ja, als jij dat geen punt vindt, we hebben nog niet zoveel gedaan vandaag. Dat is geen probleem. Ga ik even wat spullen pakken. Kan je niet beter alles hier laten liggen? Zal ik even met je meegaan? Nee, laat maar. Wat is er met Marja? Oh, niks. Ze schrok gewoon een beetje van de telefoon. Ze is een beetje gespannen. Ben jij nog een beetje? Thank you.
Kurt. Bedankt. Als een trein. Mooi zo. Goed, je ziet ons dus vandaag of morgen. In ieder geval tot hier. Hartstikke bedankt. Jullie ook bedankt. En hopelijk tot vanavond. Oké. Okay. Eten? Weet ik veel. Is er niks in huis? Nee, natuurlijk niet. Ik sterf van de honger. Wil je Chinees? Ja, lekker. Ik heb geen zin om te gaan halen. Het geeft niet. Dat doe ik wel. Thank you.